Hallo allemaal en welkom terug. Ik ben Vidioot, goedenavond. En ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste, allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik klink absoluut waardeloos, want ik ben dood en doodziek. Ik wil alleen wel meteen deze video maken. Ik was heerlijk in mijn bed aan het liggen en ziek aan het zijn en ziek aan het zijn. En als ik ziek word, dan zit ik ook nog eens chockvol zelfmedelijden. En terwijl ik doodziek in mijn bed lag, kwam de eerste HD cam kopie van Rise of Skywalker uit. Star Wars episode 9, de allerlaatste film in de drie trilogieën van Star Wars. Ik had al een eerdere video erover gedaan. De reviews die uitkwamen, die waren, ik zou zeggen 50-50. Ongeveer de helft van de mensen vond het prachtig en goed en een waardig einde. En de andere helft vonden het helemaal waardeloos. Dus het is twee uitersten echt. Dus ik ben nog niet echt reviews tegengekomen van mensen die zeggen van, moi, ging wel. Het is of fantastisch, of het is waardeloos. De film was eigenlijk al helemaal verpest voordat hij uitkwam, dankzij een eindeloze stroom leaks. Er kwam geen einde aan. Normaal gesproken heb je een paar leaks en dan is de rest speculatie. Maar in dit geval kreeg je met name de laatste paar maanden heel veel leaks. En heel veel geruchten dat Disney, de eigenaar van Lucasfilm, heel ontevreden was over deze film. En dat er allerlei reshoots moesten gedaan. En dat ze allerlei verschillende eindes van de film hadden laten zien aan test-audiences. En dat mensen het eigenlijk gewoon waardeloos vonden. Dat de film heel slecht scoorde. Er waren geruchten dat ze George Lucas uit de kast hadden gehaald. Ze waren, kan jij ons helpen iets van deze ellende te maken? Het zag er allemaal al niet zo best uit. En toen ging hij dan in première. En toen ging een professionele journalist de film reviewen. En wat ik zo zag, dat was toch allemaal beslist en niet best. En zelfs mensen die lovend over de film waren, zeiden van, ja, nou ja, een hele hoop dingen kloppen niet. En het is een zootje en het is een bende. Dus ik zag het al heel somber in. Ik heb hem nu dan gezien. En ik heb er spijt van dat ik daar 2 uur en 20 minuten van mijn tijd aan heb besteed. Het was echt heel slecht, was het. Dus ik ga een spoiler review doen voor deze film, want ik voel me nu miserabel genoeg. En ik ga er maar voor zitten. Ik ga proberen er een soort coherente review van te maken. En dat wordt al een uitdaging genoeg, want het is een hele incoherente film. Het is een beetje een zootje. Waar gaat het allemaal om? Nou, de Emperor Palpatine. Die blijkt ineens te leven. En kondigt dat ook aan. Weet ik niet. Hij doet dus een soort tweet. Stuurt hij de hele ruimte in. En zegt van, hi, ik leef. En meteen aan het begin van de film zien we hem ook. Hij wordt gevonden door deze meneer. Door Kylo Ren. Hij biedt die Kylo Ren een soort deal aan. Van, hey, ik heb een geheime vloot. Van heel veel ruimteschepen. En die ruimteschepen die hebben speciale wapens aan boord. Een normale Star Destroyer, maar dan met Death Star Technology. Een groot kanon hangt onder die Star Destroyer. Daar kun je een hele planeet mee vernietigen. En ik heb een hele hoop van die schepen. Heb jij er zin in om, weet je wel, de baas van de hele wereld, het hele universum te worden? Dan geef ik jou al die schepen. Die Kylo Ren die lijkt daar aanvankelijk wel oren naar te hebben, maar heeft zo toch ook een beetje zijn eigen plannen. Met haar. Hij wil samen met haar dan de galaxy regeren. Tegelijkertijd komen de rebellen, de Resistance, die komen er ook achter dat die Palpatine leeft. Zij weten alleen niet waar die Palpatine is. En ze weten ook niet waar die geheime vloot met al die geheime
doodenge schepen zijn. Dus de film is een soort speurtocht. Dit clubje mensen, we zien ze hier bij elkaar op de foto, gaat op zoek naar waar is die Palpatine? En de manier waarop dat gedaan is, zoeken naar die Palpatine, dat is echt, weet ik niet, een soort Lord of the Rings-achtige quest is het. Met een geheime wayfinder en een geheime dolk en weet ik veel wat allemaal. Een beetje à la Indiana Jones, weet je, waar steeds een nieuwe clue, maar niet leuk zoals Indiana Jones. Het is echt een absolute bende is het. Basically is de film, dit groepje mensen gaat ergens heen en daar komen vervolgens hij en zijn kornuiten opdagen om ze te vermoorden. Dat is het een beetje. Dus de eerste, het tempo ligt waanzinnig hoog. Het is echt jakkeren en jagen naar het einde. Het is een rennen naar de finishlijn. En het lijkt niet heel veel uit te maken of het er mooi uitziet, of dat het zinvol is, of dat het enige onderbouwing ergens voor nodig is. Het is gewoon rennen naar het einde van die film. Dus het tempo ligt waanzinnig hoog. Veel hoger dan alle andere Star Wars films. De eerste anderhalf uur, zeg maar, zijn die speurtocht. Zoeken naar dat apparaatje. Die Sith Wayfinder. En als je dat apparaat hebt, dan kun je erachter komen waar die Emperor is. En dan, dus weet ik niet, hem aanvallen of zo. En na anderhalf uur stort de film ineens helemaal in. Dan zakt de hele boel in elkaar. Want zij, Rey, vindt inderdaad die Wayfinder. En daar waar ze die Wayfinder vindt, daar heeft ze een epic lightsaber battle met Kylo Ren. Waarbij ze hem feitelijk vermoordt. Dus dat oké, hij is dood. Ik dacht dat hij de grote schurk was. Maar wat ze dan doet, is ze brengt hem weer tot leven. Ze maakt hem dood en ze brengt hem weer tot leven. En dan is ze er helemaal klaar mee. Ze is het helemaal zat. Ze heeft er helemaal geen zin meer in. Want zij blijkt de kleindochter te zijn van Emperor Palpatine. En zij heeft een soort visioen waarbij zij op de troon zit van de Emperor. Ze is dan een slechte Jedi geworden. Ze gaat over to the dark side en ze wordt dan, een Sith Lord, denk ik. Nou, daar schrikt ze zich dood van. Dus zij is zoiets van, ik kap ermee, ik doe het niet meer. En zij gaat lekker op dat eiland dan zitten van waar Luke Skywalker op zat. Die zat daar ook lekker niks te doen. En zij heeft zoiets van, Luke had gelijk, dat ga ik doen. Ik ga met mijn ruimteschip naar een eiland, ik ga er op mijn reet zitten en ik doe gewoon lekker niks meer. Doei, zoek het maar uit. Nou, daar krijgen we dan Luke Skywalker als Force Ghost. Die leeft plotseling weer. Of tenminste, hij leeft als geest. En die zegt dan van, nou, weet je, dat moet je niet doen. Je moet wel join the battle. Iedereen heeft jou heel hard nodig. You're our only hope. Oké. We krijgen ook een leuke soort met droom / flashback van Han Solo. Dat gebeurt nadat hij weer net tot leven is gebracht. Die Kylo Ren is tot leven gebracht. En dan heeft hij een soort innig moment met zijn vader, Han Solo. Die daar ineens staat en een paar seconden tekst heeft. En Luke Skywalker die een paar seconden tekst heeft. En dan Prinses Leia die op dat moment overlijdt. En dan hebben we die drie gehad. Zo, klaar, afgelopen. En dan de rest van de film is dan de epic battle, zeg maar. Naar het hol van de Emperor. Dat doet deze mevrouw, om die Emperor te verslaan. Terwijl de rebellen zich opmaken voor een fantastisch gevecht met ruimteschepen, et cetera. En
Ja, goed. Nou, dat gebeurt dan inderdaad op het einde. We hebben een. Zij krijgt op het einde hulp van hem. Hij komt haar helpen om Emperor Palpatine te verslaan. Terwijl buiten. Terwijl zij bezig zijn met dichter bij die Emperor in de buurt komen met z'n tweeën, met hun lightsabers. Is dan buiten het grote. Star Wars, het grote spaceship battle gaande. Tegen die tijd zat ik er echt al goed doorheen. Tegen die tijd had ik echt zoiets van, ik hoop dat het snel voorbij is, maar god, dat gaat nergens over. Nou, je raadt het al op het laatste moment. Zij wint van de Emperor, ze verslaat hem. Min of meer tegelijkertijd winnen de rebellen daarbuiten het grote sterrenschepengevecht. En dan valt ze dood neer. En Kylo Ren denkt dan van, ah ja, weet je, I'll return the favor. Dus hij brengt haar dan tot leven. En daarna gaat ze naar Tatooine, waar het allemaal begon. Met Star Wars: A New Hope. Ze gaat naar het huis van Luke Skywalker. Of waar Luke Skywalker woonde met zijn tante en zijn oom. En dan komt er een vrouwtje langs en die zegt: Goh, hier wonen al jaren geen mensen meer. Wie ben jij? En dan zegt zij: Nou, ik ben Rey. En dan kijkt ze in de verte en dan ziet ze daar, hoe heet het? Luke Skywalker als geest staan. En prinses Leia als geest staan. En dan zegt ze: Ik ben Rey Skywalker. Klinkt spannend, hè, mevrouw de burgemeester? Ja, het is wel €16 en 2 uur en 20 minuten van je tijd waard. Ik vond het echt een zootje. Er gebeuren voortdurend dingen dat je zo denkt: van, goh, waarom gebeurt dat? Ja, het doet er niet toe. Gewoon omdat het gebeurt. Ja, maar waarom dan? Ja, waarom niet? Ik vond. Ze hadden er een hele hoop rotzooi in gestopt, speciaal voor de fans, omdat ze zoveel kritiek hadden gehad op die vorige film, The Last Jedi. Die werd helemaal neergesabeld door een vrij aanzienlijk segment van de fans. Dus ze dachten: dat doen we niet nog een keer. We stoppen er allemaal eye candy in voor de fans, maar het was allemaal een beetje. Gewoon, het werkte voor mij allemaal niet echt. Nou ben ik natuurlijk ook flink wat ouder. Toen ik vroeger jong was voor Star Wars, natuurlijk prachtig, wat ben je een kind. Maar dit, oh, wat was dit slecht, zeg. Ik vind dit de slechtste Star Wars film uit de hele reeks. En ik vond die prequels vond ik al slecht. En ik vond The Last Jedi vond ik slecht. En ik vond The Force Awakens, moi, dat was ook een soort fanfilm. Maar dit was echt heel slecht. Oh, afschuwelijk. Lando Calrissian zit erin. Een paar seconden tekst heeft hij maar. De Emperor zien we alleen heel even in het begin en heel even aan het eind. En alles wat er tussenin gebeurt, is ja, het komt heel gejaagd. En opgefokt over allemaal. Weet je, een haastig. Op mij kwam het over alsof het script heel haastig geschreven was. En ja, de acteurs was ik ook niet. Ik vind haar gewoon leuk. Ik vind haar een leuk mens. Die Rey, die nu dan de Rey Skywalker heet. Ik wilde al heel lang heel graag een vrouwelijke Jedi. Dat leek me hartstikke cool. Ik vond het ook raar dat dat niet eerder gebeurd was. Dus zij heeft een paar leuke actiescènes, et cetera. Maar ja, het maakte op mij gewoon allemaal niet zo heel veel indruk. Ik had het idee dat iedereen een beetje zoiets had van, we zijn bijna klaar. Dan hebben we 3 van die Disney Star Wars films gehad. En dan kappen we ermee en dan doen we dit nooit meer. En ik begrijp uit interviews dat bijna al die acteurs dat ook inmiddels gezegd hebben. Van, nee, ik doe nooit meer Star Wars. Ik ben er wel even klaar mee. Het kan ook natuurlijk zijn omdat ze zoveel media-aandacht krijgen en zoveel gezeik ook krijgen, dat ze er zelf helemaal doodziek van zijn. Ik vind het moeilijk voorstelbaar
dat iemand ooit dit script heeft geschreven dan en heeft ingeleverd ergens bij Lucasfilm, bij de directie, gezegd van zo, hier, dit is het script, dit gaan we doen. En dat er toen ja op gezegd werd. Want dit is een bijeengeraapt zootje. Het is... En de hele premise is natuurlijk waanzin. Die emperor die kondigt aan dat hij bestaat, zodat hij vermoord kan worden. Weet je, ik bedoel, als jij een geheime vloot met allemaal schepen waarmee je alles en iedereen kan vernietigen, dan zou je dat toch gewoon doen? Je gaat toch niet zeggen, nou, ik ga het doen, maar pas over 16 uur of 16 dagen of iets in die richting. Dus tot die tijd speel ik hier verstoppertje. En mogen jullie speurtochtje doen? Mogen jullie mij vinden en vermoorden? Het was een heel, heel, heel raar allemaal. De leukste grappen kwamen van C-3PO. De chemistry tussen de hoofdkarakters vond ik ditmaal... Ik vond het nog meer tweedimensionaal en nog meer plastic dan de vorige film al. En de dingen en mensen die geïntroduceerd werden in de vorige films hadden hier maar een paar seconden screen time. Het ging echt helemaal nergens over. En dan werd er ook nog eens een hele hoop door de Amerikaanse media, voornamelijk, een hele hoop poeha gemaakt over de eerste female-on-female kiss die er in Star Wars zou zitten. Want dat zou dan representation zijn en goed laten zien hoe divers we zijn. Ik was er ook niet zo van onder indruk. Ik vond het niet een female on female kiss. Het was gewoon helemaal aan het einde. Als iedereen feest aan het vieren is. Want we hebben gewonnen. We hebben die vloot verslagen. En we hebben die Ember verslagen. Heel kort zie je één vrouw een andere vrouw pakken. En inderdaad recht op de mond zoenen. Maar ja, iedereen is elkaar dan aan het omhelzen en aan het zoenen, et cetera. Ik begrijp niet zo goed wat dat dan te maken zou hebben met LGBT... Q representation. Ik vond het echt heel, heel, heel erg slecht. Ik voelde me al zo ziek. Maar die voelt me helemaal waardeloos. Ik zal heel eerlijk met u zijn, mevrouw de burgemeester. Ik ben eigenlijk wel blij dat het voorbij is. Star Wars was natuurlijk heel fantastisch in 1977... En in 1980, maar die derde film, Return of the Jedi, met die Ewoks, die vond ik al een stuk minder. Maar ja, toen was ik ook al te oud aan het worden natuurlijk. Ik was toen al iets van 13, 14. En Star Wars is voor kids, denk ik dan. En hier zitten de Ewoks ook heel even in. Je ziet er twee van achteren. En ze kijken elkaar aan en hup, poef, Ewoks weg. En dat doen ze met een hele hoop dingen. Nee, ik ben echt wel blij dat het voorbij is. Disney heeft Lucasfilm gekocht voor 4 miljard dollar. En die dachten, dit is een cash cow, weet je. En wij gaan die, wat je dan moet doen, weet je, met zo'n cash cow, met zo'n kip die gouden eieren legt. Is je moet die koe blijven melken. Je moet ervoor zorgen dat die kip... eieren blijft leggen. Dus je moet iets gaan doen aan lange termijn planning. Lange termijn planning, zodat die kip zo lang mogelijk die gouden eieren blijft leggen. Dat zou ik dan doen. Maar dat is duidelijk niet wat ze gedaan hebben. Ze wilden snel zoveel mogelijk geld verdienen. Misschien dachten ze van, we verdienen die 4 miljard dollar. Die verdienen we terug met één film. Of iets in die richting. En alle merchandise die we gaan verkopen. Dus ze zijn een beetje doorheen gaan jagen. Het lijkt er heel erg op alsof ze helemaal geen grootse plannen hadden voor drie delen, et cetera. Dus nou, de original trilogy, ja god, dat is iets uit mijn jeugd. Die zal ik altijd leuk blijven vinden. De prequel trilogy, ja, ik vond dat veel te veel CGI. Het was af en toe alsof ik naar een tekenfilm zat te kijken. En dat vond ik ook al heel plastic en tweedimensionaal. De sequel trilogy. Nee, helemaal niet voor mij. Wat mij betreft is het mislukt. Ik bedoel, de films zijn een succes. Maar nee, ik was er
Ik vond het echt, nu ik ze alle drie in mijn hoofd zo op een rijtje kan zetten, deze films, deel 7, 8 en 9, vind ik het echt heel slecht. En deze vond ik de allerslechtste. Echt waar. Ik was gewoon helemaal niet geïnteresseerd. Vanaf het begin af aan, je valt er een beetje in. En gewoon, er gebeurt wat. Oké, waarom? En waarom niet? En dan gaan we dit doen. Oké, waarom? Waarom niet? En dan doen we dat. Oké, waarom doe je... Een zootje was het. Heel weinig tot geen humor. Althans, ik ben geen humor tegengekomen. Ik bedoel, de actiescènes die erin zitten van haar, ga ik dan zeggen, haar actiescènes, de actiescènes van Ray, die zijn leuk, zijn die. Maar ja, daar heb ik een bias, want ik wilde per se een vrouwelijke Jedi. Dus nee, lieve mensen, mijn advies, mevrouw de burgemeester, ik weet niet wat u gaat doen tijdens de kerstvakantie. Ik ga lekker ziek zijn. En weet ik niet, proberen om nog meer water te drinken, te kijken of ik die koorts naar beneden kan krijgen met paracetamol of zoiets. Maar hier moet je geen geld aan uitgeven in de bioscoop. Ik zou het niet doen, mevrouw de burgemeester. Ik zou deze gewoon overslaan. En ja, god, als je Star Wars leuk vindt, dan moet je ze natuurlijk alle 9 gezien hebben. Nou, dat wordt een hele prestatie, want ik vond er geen doorkomen aan. De laatste twee, deel 8 en deel 9, poeh. Het is hard achteruit gegaan. Die eerste, The Force Awakens. Ja, die had nog wel wat. Maar dat was ook alleen maar nostalgie. Een soort remake van Star Wars: A New Hope. En wat dit was, ik heb geen idee wat dit was. Het was verstoppertje en speurtocht. En poef, aan het einde is ineens alles opgelost. En dan noemt zij zichzelf Skywalker. Dus dat is dan The Rise of Skywalker. Dat is zij dan. Ik ben heel nieuwsgierig wat Disney hierna gaat doen met Star Wars. Ze hebben nu op dit moment op Disney Plus een vreselijk leuke serie die The Mandalorian heet. Gewoon steeds één aflevering per week. Daar hebben we nu 7 afleveringen van gehad. Dat is echt best goed. En dat is echt leuk voor kids ook. En er komt nog een serie aan over Obi-Wan. Daar zit ik helemaal niet op te wachten, weet je. Doe iets nieuws. En er komt een serie aan over, weet ik niet, een of andere rebellenleider. Ook allemaal op Disney Plus. Dus tv-shows gaan ze mee door. Maar ik ben heel nieuwsgierig wat ze gaan doen qua films. Want ze zijn dus van plan om in 2022, dat duurt nog wel even, een nieuwe Star Wars film te gaan uitbrengen in de bios. Nou, dat wordt wat, want ik bedoel, op dit moment is het zo ernstig dat zelfs professionele Hollywood media, en dat zijn mensen die altijd roepen: prachtig, het beste wat ik ooit heb gezien, et cetera, et cetera. Want dat is hun werk. Ze moeten publiek naar de bioscoop toe lokken. Maar zelfs die mensen zeggen: dit is een zootje, het is een bende. Zonde, ik zou het niet gaan kijken, ik zou mijn geld aan iets anders uitgeven. Dus ik heb geen idee hoe dat verder moet. Het is bijzonder om te zien dat je zo'n fantastisch merk had. En er was heel veel goodwill natuurlijk. Toen die eerste uitkwam, The Force Awakens, die film die verdiende 2,2 miljard dollar. Dat is echt iedereen helemaal wauw, te gek. Star Wars is terug. Ik had toen al, ja, ik had zoiets van, zo goed was het niet, jongens. Zo goed was het echt niet. Het was een soort remake met een hele hoop rotzooi eromheen. En het is vanaf dat moment, vanaf die eerste film, eigenlijk gewoon alleen maar slechter geworden. Ik ben heel nieuwsgierig hoeveel geld deze film gaat opbrengen. Want daar kunnen we een beetje schattingen van maken na dit weekend. Dat openingsweekend is altijd heel belangrijk. En de verwachtingen zijn dat deze film in het openingsweekend het wel heel goed doet, maar dat hij daarna heel snel gaat afzwakken. Omdat mensen niet regen slechter word of maal. Mensen gaan niet zeggen van: oh, het is een goede film, die moet je gaan zien. En het is wel jammer natuurlijk, het had leuk geweest als het laatste deel, weet je wel.
helemaal super en fantastisch was. Maar ja, wat kon je nou nog doen? De mensen die veel geld uitgeven in de bios, de mensen die zo'n film 2, 3, 4 keer gaan zien, dat zijn oude lullen, inderdaad. Oude Star Wars lullen die er vanaf het begin af aan bij geweest zijn. En die mensen die gaan erheen om Han Solo, Luke Skywalker en Prinses Leia samen in een film te zien. Nou ja, Han Solo ging dood in de eerste. Luke Skywalker ging dood in de tweede. En Carrie Fisher, die is in het echt, is ze overleden. Dus ze hebben een CGI-versie van Carrie Fisher in deze film geplakt. En je ziet gewoon dat het nep is. Je ziet het heel duidelijk. En ook zij heeft 3 regels tekst. Zij zit ook maar een paar seconden in die film. En tja, na de dood van Luke Skywalker in The Last Jedi, wat kon je daarna nog? Weet je, hoe interessant was het nog? Wat mij betreft was het toen eigenlijk wel afgelopen. Dus ja, dan krijg je dit. Een zootje. Zonde, hè, mevrouw Halsema. Maar ja, het is niet anders. Het is niet anders. Lieve mensen, ik zou zeggen, ga die film niet zien. Want het is zonde van je geld en je tijd. Tot de volgende keer. Wat een bende.